Wat is de achtergrond van deze studie? Patiënten met trombose krijgen veelal behandeling met vitamine K-antagonisten. In Nederland via de trombosedienst. En in deze studie is gekeken of een nieuw antistonisch middel, rivaroxaban, in staat zou zijn om even goede resultaten te geven als vitamine K-antagonisten. Waarom ook in patiënten met kanker? We weten dat ongeveer 15-20% van patiënten met trombose hebben als onderliggend lijden een carcinoom of een andere oncologische aandoening. En ook bij vele soorten kanker is het zo dat het risico op trombose gedurende de kankercarrière best groot is. En die wordt geschat zo tussen de 10-20, soms wel 30%, afhankelijk van de soort kanker. Met name longkanker en abdominale kanker is heel erg geneigd om ook te leiden tot een verhoogde neiging tot trombosevorming. Kunt u aangeven hoe de patiënten zijn geselecteerd en hoe ze zijn behandeld in deze studie? Ja, dit waren patiënten met onderliggende trombose, waarbij de behandelend arts besloot om niet de volgens de richtlijnen als eerste aanbevolen laag moleculair gewichtsheparine te geven gedurende lange tijd, maar besloot om toch de reguliere behandeling met vitamine K-antagonisten te geven. En die patiënten zijn eigenlijk allen opgenomen in de studie als ze uiteraard consent gaven. En er is verder geen bijzondere selectie toegepast. Het meest relevante exclusiecriterium was een levensduur verwachting korter dan 3 maanden. En alle patiënten moesten gewoon een bewezen trombose of longembolie hebben met ultrageluid, venografie, angiografie en meestal CT-scan. En hoe zijn ze behandeld? De patiënten zijn of behandeld met een standaardbehandeling. Dat is 7 dagen laag moleculair gewichtsheparine. Waarbij dan gelijk gestart wordt met vitamine K-antagonisten. En zodra de INR gedurende meer dan 24 uur boven de 2 is, kan dan de laag moleculair gewichtsheparine gestopt worden. En de patiënten in de experimentele arm, die kregen 2 maal 15 milligram rivaroxaban gedurende de eerste 3 weken. En daarna 1 maal per dag 20 milligram, zonder verdere doseringsaanpassingen of andere bloedtesten. En wat waren de belangrijkste uitkomstmaten van deze studie? Ja, deze studie betrof de gepoelde analyse van kankerpatiënten in de 2 grote Einstein-studies, DVT en de PE-studie. De belangrijkste uitkomsten zijn eigenlijk dat wat betreft recidief trombose, wat eigenlijk de meest gebruikte uitkomstmaat is in dit soort studies, het risico numeriek iets lager was bij de rivaroxaban patiënten en het betrouwbaarheidsinterval van de effect de bovengrens ongeveer 1,3 was, terwijl eigenlijk bij alle studies 1,5 als grens voor non-inferiority is genomen. Maar het belangrijkste voordeel voor de patiënten met kanker bleek dat major bleeding, net als in de hele studie, maar met name ook bij kankerpatiënten, het risico op een majeure bloeding, dat is echt een complicatie die je niet graag wil hebben als je toch al ziek bent, en die waren statistisch significant lager. Op mortaliteit was absoluut geen verschil te vinden. En heeft u nog verschillen kunnen zien in diverse subgroepen? Ja, een van de zeer interessante bevindingen in de studie is eigenlijk waar je zou verwachten dat met een behandeling, zoals de gebruikelijke vitamine K-antagonist, waarbij je de patiënt instelt op basis van een PTT, dat noemen we dan de INR. En op grond van die instelling kan je de medicijnen verminderen, vermeerderen en aanpassen aan de patiënt. En grappig genoeg en eigenlijk contra-intuïtief is juist bij die patiënten waar je zou verwachten dat het instellen baat zou hebben. Bijvoorbeeld patiënten die erg op leeftijd zijn, boven de 75. Patiënten met een laag gewicht en patiënten met een slechte nierfunctie, onder de 50 mm creatinineklaring. Ik moet zeggen, onder de 50 milliliter per minuut creatinineklaring. Juist bij die groepen patiënten bleek het voordeel ten aanzien van majeure bloedingen het grootst. Dus daar waar je
de dosering niet aanpaste met rivaroxaban, was juist in die groepen van de, ja, we noemen dat de frail, de elderly, de meest gunstige resultaten zien op majeure bloedingen. Ten aanzien van recidieven waren er geen verschillen in deze subgroepen. Kunt u aangeven wat het vervolg van deze studie is? Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat dit een hele goede basis geeft om met rivaroxaban de vergelijking met de volgens de richtlijn gegeven lange termijn laagmoleculair gewichtsheparine, daar gewoon een head-to-head vergelijking van te doen, zodat we op basis van een gerandomiseerd onderzoek vergeleken met de momenteel aanbevolen richtlijn kunnen zeggen dat rivaroxaban minimaal even goede resultaten geeft. En ja, ik hoop ook dat bij zo'n vergelijking het voordeel ten aanzien van majeure bloedingen naar voren zal komen. En ja, voor de tijd lijkt het erop dat mocht er een patiënt zijn met kanker die de gebruikelijke behandeling zou gaan krijgen, zeg maar de kortdurende LNWH gevolgd door vitamine K-antagonisten, dat het aan die patiënten veilig lijkt om dit nieuwe middel rivaroxaban te geven met een veel eenvoudiger dosering.